Dag beste meloten en tunnelvisionairs, welkom hier bij het kanaal van WIDM TV. Ben je nou nog niet geabonneerd? Abonneer. Wacht, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ja, Sien, dit is gewoon in één keer goed. Ja, goed hè? Ja, kijk, het zit namelijk zo, ik kan moeilijk een Q&A met mezelf doen over mezelf. Dus ik dacht, als jij mij nou de vraag stelt, en dan stel ik jou, zeg maar, vragen die voor jou zijn ingezonden, stel ik jou dan in aflevering 8. Snap je? Want daar heb ik ook... Ik vind het wel ingewikkeld, maar laten we gewoon gaan beginnen. Nou Sander, er zijn lekker veel vraagjes voor jou ingestuurd. Ik zal vast bizar. Even een disclaimer geven. Ik heb ze niet zelf bedacht, dus als er straks een vraag komt waarvan je denkt, nou, wat is dit nou weer? Komt niet vanuit mij. Oké. Don't shoot the messenger, zeg maar. De eerste vraag is, vind jij Siem nou ook zo'n toffe gozer? En van wie komt die vraag? Even kijken. Nee, die komt wel van mij. Nee, goed. Laten we beginnen met het antwoord. Het antwoord is Michael. Ja. Oh, nou, kijk, dit vind ik top. Michael, op zijn Engels. Misschien voordat je met de vragen begint. Eerst wat algemene info over jou. Bovenal, hoe je met Wie is de Mol was en waarom ben je nou begonnen met dit kanaal? Oh, dat is best wel een goede vraag van Michael. Korte info. Mijn naam is Sam de Man. Zo heet ik echt. Daar kan ik niks aan doen. Ik heb hele grappige ouders, denk ik. Ze wilden mij ooit eerst Jelle noemen. Maar toen hadden ze kennissen en die kregen 2 weken voordat ik geboren werd, kregen die ook een zoontje. Die hebben ze Jelle genoemd. En toen dachten zij, nou ja, dan kunnen wij hem niet meer Jelle noemen. Dus toen zaten ze een film te kijken en toen op de aftiteling zagen ze de naam Sam op zijn Engels. En toen dachten ze, oh, dat is eigenlijk Sam. Dat is eigenlijk ook wel een mooie naam. Zonder er al te veel bij na te denken dat Sam de Man best wel komisch klinkt natuurlijk. Dus zo heet ik echt. Ik ben 34, ik heb een vrouw, ik heb een zoontje Seb. Die is net 2. Ja, wat kan ik nog meer vertellen? Ik hou van filmen, van editen, van audio bewerken. Nou ja, dat doe ik allemaal met dit kanaal. En onder andere met jou, Siem, in Tunnelvisie, de podcast natuurlijk. Dus yes. Ja, ik denk dat dat wel een beetje de algemene info over mij is. En hoe ben ik ooit begonnen met dit kanaal? Ik dacht in 2017 was het, of in 2016, dat weet ik niet zeker meer. Dacht ik, hey, ik keek vroeger altijd de Wie is de Mol vodcast van Joeri van Breukelen. En die stopte na het seizoen met Kees Tol, volgens mij als mol. Na seizoen 13, dacht ik. En toen viel er even een gat. En toen dacht ineens iedereen, laat ik zelf ook video's gaan maken over Wie is de Mol. En toen dacht ik, nou, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Kan je niet achterblijven. Nee. En ik was al jarenlang fan. Dus vandaar dat ik het kanaal gestart ben. Dus dat, dankjewel Michael. Wie vind jij de leukste kandidaat ooit van Wie is de Mol? En nog gefeliciteerd met de 11.000. Nee, nou, hard hè, 11.000 alweer. Ja, 11.000. Vorige maand 10.000 in januari. En februari zitten we alweer op 11.000. Bizar. Wie stelde de vraag? Deze was van... dan moet ik natuurlijk ook data erbij zeggen. Deze was van J-Fitz. Van J-Fitz, oké. Ja. J-Fitz, wij kijken, tenminste, ik weet niet of Siem dat ook doet, maar ik kijk ook af en toe jouw video's. Jij bent vorig jaar volgens mij begonnen met jouw Wie is de Mol video's. De vraag was, ik kijk wie is... af en toe mijn video's. Ja. Ja, precies. Ja. Ook niet van jou. De vraag was, wie is je favoriete kandidaat ooit, hè? De leukste kandidaat ooit, ja. Ja. Dat zijn er natuurlijk veel te veel. We hebben 22... seizoenen, eigenlijk 23 inmiddels, met een jubileumseizoen erbij. Dus dat betekent sowieso 230 kandidaten, al. Ja, ik vond Chris Segers. Chris Segers staat toch wel ontzettend hoog op mijn favoriete lijstje. Er zijn er veel meer, maar Chris Segers vond ik toch wel echt super, super tof. Ja, toen ook met de presentatie van Moltak. Ik vind het wel jammer dat niet meer is. Ja, daar ben ik met je eens. Ik mis Chrisje Zegers wel een beetje bij het bord. Ja. Forza Utrecht, welk seizoen vond je het leukste van alle edities van Wie is de Mol? Dus als je de vorige vragen al moeilijk vond, dit is ook wel lastig. Welk seizoen vond ik het leukste? Ja, dat is ook bijna niet
niet te doen om te kiezen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, en dat is natuurlijk wel een beetje een zwak antwoord, maar ik vond het jubileumseizoen. En dat komt, ja, vond ik echt te gek. Dat komt door twee dingen. Eén, omdat de paar seizoenen die daarvoor zaten een beetje slapjes waren qua opdrachten met name. En soms ook qua kandidaten dat je dacht, nou, ik ken de helft, ken ik al niet op voorhand. En dat gedurende zo'n seizoen valt al best wel mee, want dan leer je ze best wel kennen. Maar, nou, die vond ik een beetje, ik vond seizoen 20 sowieso in China, dat ik dacht, nou, nee, ik voel het niet zo. En toen kwam het jubileumseizoen en de opdrachten waren te gek. En al die kandidaten, die kenden we al uit Wie is de Mol. En dan hadden ze ook nog eens allemaal kandidaten gekozen die bijna allemaal heel erg op de voorgrond waren. Dus ja, dat was gewoon een knaller van een seizoen. Dus ja, ik ga toch voor het jubileumseizoen. Hoewel ik bijvoorbeeld het seizoen met Kees als mol, seizoen 13, vind ik bijvoorbeeld ook een heel tof seizoen. En seizoen... Oh, dan ga ik verkeerde dingen zeggen misschien. Jon van Eert, 2009 volgens mij... Ja, volgens mij wel. Dat vond ik ook een... Je hebt hem vast goed. Wie is de mol Wikipedia? Ja. Ja. Ja, maar je had het er zelf al inderdaad over. Dat je vaak hebt dat je kandidaten niet kent. Maar dat uiteindelijk wel meevalt omdat je ze gewoon tijdens het seizoen leert kennen. Ja. Heb je nou specifiek één iemand waarvan je zegt, nou die kende ik niet. Maar tijdens Wie is de Mol ben ik die zo gaan leren kennen. En vond ik zo'n leuke kandidaat. Ja, die zijn er zeker wel. Margriet van der Linden bijvoorbeeld, die was toen de mol. Die kende ik ja, van naam ooit wel eens van gehoord, maar kende ik nog niet echt. Ja, ze had de laagste pot ooit, hè? Nee, vervolgens Merel heeft dat weer verbroken. En uiteindelijk, volgens mij, Jeroen heeft dat ook weer verbroken, Ja. Ja. Rob Dike, die kende ik eigenlijk ook nog niet, bijvoorbeeld. Ja. Dat vond ik ook best een tof kerel om te leren kennen. Nou, Sahil, dit seizoen, seizoen 22. Ja, die kende ik van ooit eens op tv hebben gezien, maar ja, ook niet echt. Nee. Dus nee, dat zit er zeker, zit er zeker af en toe wel tussen, ja. Ja. Mm-hmm. Sven X, als jij zou moeten afvallen, in welke aflevering, dus niet qua gewicht, je bent helemaal top zoals je bent. Oh, dankjewel! In welke aflevering zou je dan van dit seizoen willen afvallen? Van dit seizoen? Van seizoen 22? Ik zou gewoon zeggen de laatste aflevering, toch? Ja, ja. Maar ja, nou ja, ervan uitgaande dat je van tevoren zou moeten afvallen, dus voor de finale moet afvallen, dan zou ik ongeveer het punt waar we tijdens deze opname in zitten, dus dat is dat net aflevering 6 geweest is, ja, zou ik, dan zou ik heel trots zijn op mezelf. Dan zou ik heel tevreden zijn, ja. Ja, ja, het zou toch echt verschrikkelijk zijn als je dan eindelijk mag meedoen met Wie is de Mol. Ja. En je valt gewoon die eerste of die tweede aflevering val je af. Ja. Dat is zo'n verschrikking. Ik vind dat echt een nachtmerrie. Ik heb gewoon af en toe dromen dat ik uit Wie is de Mol afval. Dat zijn gewoon nachtmerries. Dat zijn mijn nachtmerries. Ik heb laatst zien, nu we het daarover hebben. Laatst heb ik gedroomd. Want we hebben een jubileumseizoen gehad, omdat ze 20 jaar bestonden. Toen dacht mijn hoofd deed toen, oh, nou, als ze 25 jaar bestaan, dan krijgen we helemaal een dik jubileumseizoen. Als ze dan nog uitgezonden worden. Dus toen dacht ik, hoe vet zou het zijn als ze dan mensen van wieisdemol.com forum vragen. Jou, mij, Max, Felix, vul maar in, Guido, de thermometer, weet je wel, allemaal dat soort mensen. Toen heb ik dus een paar maanden terug heb ik daar dus over zitten dromen dat ik dus benaderd werd voor het nieuwe jubileumseizoen. Ja, je maakt video's, maar je hebt nog niet al te veel abonnees. Als we kijken bijvoorbeeld naar Siem, die heeft er 60.000. Dus nou, vind je het oké als we dan Siem vragen in plaats van jou? Oh nee, dat vind ik heel erg. En toen werd ik wakker en toen dacht ik, ja, natuurlijk mogen ze die vragen. Ja. Kijk, maar goed, dat blijft altijd, een droom. Ja, precies. Ja, precies. Maar besef ook even wat voor mindfuck dat zou worden als wij allemaal mee zouden doen en constant hints en theorieën en met elkaar erover gaan praten. Dat wordt echt één groot dan hebben we allemaal, dan nemen we allemaal een camera mee en dan zitten we na iedere opdracht zitten we
Welkom volgers, ben je nieuw hier, abonneer dan eventjes. Oh my god, we hebben net een opdracht gespeeld. Ik heb daar zoveel inzien gezien. Ja. Ja, ze zouden er wel iets leuks van kunnen maken. Met dat je nu bijvoorbeeld al had dat de kandidaten met die livestream al bekend waren. Dat je gewoon tijdens het seizoen ook weer hints allemaal een eigen video. Ja, een soort blog die in plaats van het dagboek, gewoon een online vlogdagboek. Dat is toch tof? Oh, fantastisch. Als de makers dit kijken, dit is wat je moet doen. Zo kan je scoren. Liver Rick. Mocht je zitten kijken naar of de video's voorzien of de video's van William Tefei, wij willen meedoen. Maar ja, dat roepen we ook al, tien jaar, denk ik. Nog een vraag van Svenex. Wie zou je dan het liefste willen zien in het afvallershotel als je daar als afvaller aankomt? Ja, dat is een no-brainer voor mij. Ik zou het liefste daar Ron Boshart willen zien. En dat is niet omdat ik dan denk van, nou, daar ben je lekker weer als eerste afgevallen. Maar dat is meer omdat ik dan denk van, daar heb ik al best een... Het is niet dat wij elkaar dagelijks appen of bellen, wat sommige mensen denken, dat is echt niet zo. Ik spreek hem denk ik één keer in de maand of zo, eventjes kort over de app. En soms dan bellen we even. Maar dat is allemaal niet heel, heel uitgebreid. Maar ik heb daar in de loop van de afgelopen 3 jaar ongeveer best wel een oké band mee opgebouwd. Een leuke band mee opgebouwd. Ik zou dat een heel fijn persoon vinden om mee in zo'n afvallershotel te zitten. En om lekker te kunnen babbelen en onze theorieën los te kunnen laten en dat soort dingen. Ja, en die vraag die zag ik ook ergens voorbij komen. Want je hebt het nu bijvoorbeeld over Ron Boshart. Je maakt best wel veel video's met bekende Nederlanders, oud-kandidaten, oud-mollen. Hoe ben je daar dan bijgekomen en kan je die connecties maken? Wat is jouw rol? Dat is begonnen 2 jaar terug. Pin me er alsjeblieft niet op vast, maar volgens mij 2 jaar terug. Toen was Ron Boshart 2 seizoenen daarvoor was hij als eerste afgevallen. En toen werden er kandidaten bekendgemaakt van een nieuw seizoen. En toen dacht ik, hoe leuk zou het zijn als ik met Ron Boshart of met Klaas van Kruistum, als ik die kandidaten zou kunnen doornemen van, hey, wat vind jij ervan en wat verwacht jij van het seizoen? En ik had daar eigenlijk niet verder over nagedacht dan, dat zou leuk zijn om voor een video een keer te doen. Dus toen heb ik Klaas een mailtje gestuurd en ik heb Ron heb ik een mailtje gestuurd. Van Klaas heb ik never nooit wat gehoord. Dankjewel, Klaas. Maar 2 dagen later kreeg ik van Ron Boshart, maar ik kreeg een telefoontje, mijn telefoon ging af. Stond onbekend, dus ik neem op. Ja, met Ron Boshart hier. Hey, ik kijk altijd je video's en ik kreeg je e-mail binnen. En toen dacht ik, ja hoor, dit is Ron Boshart. En toen zei hij, zullen we een afspraak inplannen? Dat kan dan op het AVRO-TOS-kantoor en dan kom ik gezellig langs. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En toen zijn we daar geweest. En toen heb ik de video opgenomen, was hartstikke leuk om te doen. En toen het seizoen daarna heb ik Ron gevraagd, zou je dat weer met mij willen doen? Dus weer de kandidaten die bekend worden gemaakt met mij doornemen. En dan vervolgens, zou je dan het stokje willen doorgeven aan iemand die jij kent van Wie is de Mol? Ah, ja. Dat mag uit jouw seizoen zijn, dat mag uit het jubileumseizoen zijn, dat maakt me allemaal niet uit. En daar bespreek ik dan aflevering 1 mee, die geeft het stokje weer door aan iemand voor aflevering 2. Dus dat ging best wel goed in het begin. Hij gaf het stokje door aan Horace Cohen, geloof ik. En die wilde het stokje. Een hele vette opgezet, dat is wel slim. Ja, toen dacht ik, dan hoef ik het ook niet zelf in bulk iedereen te benaderen. Wat sommigen denk ik ook niet heel prettig vinden altijd. En dat wil ik dan ook niet per se doen. Ik wil mensen niet lastigvallen of zo. Want dat zijn ook gewoon maar mensen zoals jij en ik. Die hebben ook gewoon een leven, die hebben ook een agenda. Ja. En toen, na 2 of 3 keer, toen liep het een beetje spaak op de estafette. Dus toen heb ik zelf alsnog heel veel oud-kandidaten, oud-mollen moeten benaderen. En in de basis, en ik zal daar niet al te ver over uitweiden, maar in de basis komt het erop neer dat ik 30 oud-kandidaten of oud-mollen benader. En van die 30 kunnen er dan misschien 3. Het is niet dat ze het allemaal niet willen, want op zich vinden ze het idee. Ja. Op zich vinden ze het idee allemaal heel erg tof. Maar van de 30 kunnen er vaak 3. En dan vraag ik wel, niet altijd, maar dan vraag ik ook wel eens van, hey, heb jij toevallig nog iemand uit jouw seizoen waarvan je denkt, die vindt dit ook wel leuk?
dan heb ik hier een berichtje, dat kun je naar diegene sturen. En als diegene het leuk vindt, dan mag die mij een bericht sturen. Zo niet, dan heb ik ook zijn of haar contactgegevens niet. Dus... Welke kandidaten zie je nou nog in jouw Wie is de Mol droomseizoen? Dat wordt lastig. Jongens. Ja. Het is heel triest, maar... het is niet triest, maar het is triest omdat hij nou dan al 3 keer meegedaan zou hebben. Oh jeetje. Ron. Nathan Rutjes. Chris Segers. dan wil ik ook Daniel Boissevert, die wil ik ook. Want die vond ik ook heel tof in seizoen 13. Dan wil ik ook Jon van Eert. Ik ben alleen maar mannen aan het opnoemen, jongens. Wat slecht. Margriet erbij. Huppakee. Nee, Margriet vond ik niet zo... Ik vond het niet slecht, maar ik vond het niet heel... Op beeld vond ik haar niet heel tof of zo. Heel bijzonder. Arjen Lubach wil ik ook nog wel een keer. Dat is lang geleden dat die heeft meegedaan. Ik ben alleen maar mannen aan het opnoemen. Wat slecht. Dacht je van Maxima of zo? mijn droomseizoen. Ik ben nou alleen maar oud-kandidaat aan het opnoemen, ja, natuurlijk. Je kan iedereen... Je mag ook zelf gewoon meedoen. Stop jezelf er ook nog bij. Nou, dan zeg ik Corné, Siem en ik. Oh, ja. Dan zou ik ook heel graag een keer willen zien Bert Visser of Brigitte Kaandorp. In Wie is de Mol? Of Ronald Goedemond. Jochem Meijer, ja, een cabaretier. Dat is echt lang geleden. Kijk, Remco Veldhuis heeft vorig jaar natuurlijk meegedaan. En nu hebben we Thomas van Luijn. Ik denk gewoon in die hoek. In die hoek. Zouden ze wel ooit gevraagd zijn, maar hebben ze gewoon nee gezegd? Want ik kan me haast niet voorstellen dat iemand als Jochem Meijer en Najib Amali, dat die nog nooit gevraagd zijn. Lijkt me dat ze daar wel meteen aan denken. Ja, dat vind ik ook moeilijk altijd, toch? Dat ik denk, het zou best kunnen, maar ja, weet je, daar kunnen we heel lang over praten, maar daar komen we denk ik toch nooit achter. Nee. Maar ik denk vast en zeker dat een aantal van die namen die wij nou genoemd hebben, dat die ooit al wel benaderd zijn. Ik bedoel, ik weet dat jij en ik al benaderd... Oh, wacht even. Ik het nog niet over. Hebben we niet gezegd. Volgende vraag. Die komt van Aniek Ravenstein. Als je nu met de echte Wie is de Mol zou mogen meedoen als de mol. Wat voor mol ga je dan zijn? En hoe speel je het dan? Oh, dat is heel gevaarlijk om dat te vertellen. En ik zal ook vertellen waarom dat gevaarlijk is om te vertellen. Zeker niet doen. Niet doen. Ik heb afgelopen zomer van 2021, heb ik meegedaan aan De Mol Oosterhout. Dat is een soort fanserie van Wie is de Mol. Zoals ik zelf ook ooit fanseries van Wie is de Mol heb gemaakt. En daarin was ik ofwel kandidaat, ofwel de mol. Ik kan mijn tactiek wel helemaal uit de doeken gaan doen. Maar ik weet niet of dat verstandig is. Ik kan wel globaal zeggen, zonder... Ja, dat kan wel. Mijn tactiek globaal zou zijn om echt 100% mezelf te zijn en dat een tikkeltje aan te dikken. Ik ben heel snel geïrriteerd als dingen mislukken. Dus als een opdracht mislukt, dan zou ik oprecht geïrriteerd zijn. Dat zou ik als kandidaat waarschijnlijk ook zijn, maar ook als mol. Dus dan zou ik het zelf kunnen vernachelen en het kunnen verkloten en alles kunnen mollen en dan wel aan het einde iemand anders de schuld geven die ook één klein dingetje in die opdracht fout heeft gedaan, weet je wel. Die denkt, ja, maar jongens, godzakkie, vorige opdracht hebben we ook al niks gedaan. En nou, ja, jezus, godzakkie. Dat, en dan iets minder dan dat ik het nou doe. Een tikkeltje aangedekt, zei je. Maar dat is denk ik globaal de tactiek die ik zou hanteren, ja. Nou, dan wil ik niet weten hoe jij normaal bent als je boos bent. Als dit al een tikkeltje aangedikt is. Ja, maar bij Wie is de Mol? Bij Wie is de Mol is sowieso, dat weet jij ook wel, Siem. Bij Wie is de Mol is altijd alles in je hoofd sowieso al veel heftiger dan dat het in het dagelijks leven zou zijn. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar je ziet het ook wel vaak dat de tactiek inderdaad van de mol is om gewoon anderen constant de schuld te geven en overal de aandacht te verleggen naar anderen.
Ja. Dus dat is zeker een goede. Magnificent Messi. Zou je de mol willen zijn als je mee zou doen? Nee, ja natuurlijk. Ja natuurlijk zou ik de mol willen. Dan zit je er tot de laatste aflevering in. En dan kan je alleen dus een tikkeltje overdrijven. Juist. En als er iets is wat ik graag doe, dan is het een tikkeltje overdrijven. Vraag dat maar aan mijn vrouw. Oh, is hij er ook? Kan ik die ook vragen stellen? Nee, die is er niet. Oh. En dat is misschien maar goed ook. Dan krijgen we in één keer een hele andere. Dan kom ik er niet zo goed vanaf, denk ik. Nee. Ja, die Sam, jongen. Welke twee kandidaten van dit jaar zou je terug willen zien in een jubileumseizoen? Dus van dit jaar. Oh, welke twee kandidaten van dit jaar? Mag maar twee namen. Het lijkt net een podcast, maar dit keer mag je er twee. Het lijkt net tunnelvisie. Dit keer mogen we wel twee namen noemen. Ik ga zeggen Thomas, omdat ik Thomas van Luijn vind ik met de aflevering, naarmate dat we verder komen, steeds leuker worden. In de edit ook. En gewoon als persoon vond ik hem al wel leuk. Dus Thomas zou ik heel graag nog een keer terugzien in een komend jubileumseizoen. En ja, Fresia denk ik. Ja. Want die vind ik ook wel tof. Ja. Die is heel, heel gedreven. Maar puntje bij paaltje doet ze vrij weinig. Dus ja, ik ben. De ontknoping hebben we nog niet gezien natuurlijk. Nee. Die moet nog komen. Thomas en Fresia denk ik. Ja, Fresia vind ik inderdaad heel, heel fanatiek. En een beetje een mol zoals Jan dat bijvoorbeeld was. Als uiteindelijk de mol blijkt te zijn. En Thomas, dat vind ik eigenlijk meer een beetje een Ron. Weet je, dat de klungel af en toe wat onhandig. Waardoor die ook weer verdacht is. Maar dat iedereen denkt, nee, die is niet de mol. Veel te onhandig daarvoor, weet je wel. Ja, ik vind dat echt nou zo. Was het bij Ron was het wel echt Thomas keer 10, zeg maar. Ja. Maar dat zei hij ook achteraf. Ron heeft achteraf nog een paar keer gezegd, ook in de video's, maar ook gewoon op het moment dat we gewoon aan het praten waren, toen vroeg ik hem, heb je nou alles expres, zeg maar, dik aangedikt? Een tikkeltje aangedikt. En zei hij, nou, wel iets meer als een tikkeltje, hoor. Maar hij is dat ook gewoon, hij was dat gewend vanuit zijn presentatorschap, voor al die kinderprogramma's. Julia S., je favoriete kandidaat? Mijn favoriete kandidaat? Ja, dan denk ik toch. Ja, nee. Nee, favoriete kandidaat. Ik zei daar straks, zei ik natuurlijk Chris Segers. In diezelfde categorie vallen ook Daniel Boissevin uit seizoen 13. In diezelfde categorie valt ook Thomas van seizoen 22 dan. Nielson vond ik ook wel een hele toffe kandidaat. Ik vond Buddy zelfs een leuke kandidaat. Ja, er zijn er zoveel. Met name zijn het mannen. Er zijn ook wel vrouwen die ik echt, echt te gek vond. Annemieke Schollaert vond ik een hele leuke kandidaat. Miluska. Vond ik ook heel erg tof. Miluska of Miljuska? Wat is het nou? Miluska. Maar je bedoelt dus die van een paar seizoenen terug? Ja, ik bedoel niet de mol, nee. Nee, oké. Nee, dat is altijd een beetje verwarrend als mensen het over Miljuska, Miluska hebben. Ja. Dit is een leuke vraag. Die gaat over de tunnelvisie, de podcast. Nou. Hoi Sam. Hoe zijn jij, Siem en Corné, hoe je dat ook schrijft, samengekomen voor Tunnelvisie, de podcast? Ik ben er in ieder geval erg blij mee. En dan bedoel ik niet ik ben, maar degene die die vraag stelt. Wie stelt de vraag? Oh, heb ik dat niet gezegd? Mart Puk. Mart Puk. Dankjewel voor de vraag, Mart. Hoe is dat zo ontstaan? Mart Puk, ja precies. Of Puk, ja. Dat is ontstaan omdat ik... Jarenlang heb ik radio gemaakt. Eerst bij Omroep Drimmelen. Dat is een zeg ik het netjes. Dat is, zeg ik het heel netjes. Dat is een gehucht ergens in Brabant. En dat vond ik ontzettend tof om te doen. Toen kwam ineens podcasts. Kwam ineens weer zo helemaal omhoog. Dat is in 2007 hebben ze ooit podcasts bedacht. Of in 2006. Is door Apple bedacht overigens. Ook wel een grappig verhaal. Maar goed, ik wijk uit.
En toen dacht ik, ik zou het ook wel heel tof vinden om een podcast over Wie is de Mol te doen. Iedere week als Wie is de Mol er is, of de Mol België. Maar dan wil ik dat niet in mijn eentje doen, want dat vind ik, ja, dan zit je gewoon een van tevoren bedacht script bijna. Een monoloog wordt er dan, ja. Ja, en dan lijkt het, tenminste ik vind dat altijd minder leuk om naar te luisteren. Er zijn wel podcasts met één persoon die ik interessant vind, maar die gaan dan over een specifiek onderwerp waar die persoon gewoon keihard veel van af weet, waarvan ik denk, oké, dit is heel interessant. Ja, gewoon lekker veel erover lukken, ja. Inderdaad. Ja. Dus toen heb ik jou, Sien, benaderd. En aanvankelijk Max ook, die kun je kennen van de video's van de Telegraaf natuurlijk. De Telegraaf, wat is dat? Ja, zo, iets van een krant of zo, of iets van online, ik weet ook niet. Nee, ik lees alleen het AD. Ah, oké. Ik geloof het zelf, jongen. En dat hebben we één seizoen gedaan. Volgens mij was dat tijdens het jubileumseizoen, geloof ik. Ja, hè? Max die is na een jaartje, of zeg maar na één seizoen, is Max afgehaakt. En toen heb ik mijn beste vriend, Corné, heb ik erbij gevraagd. En die heeft ook een aantal jaren Wie is de Mol video's gemaakt. Doet hij op dit moment niet, omdat hij daar gewoon vrij weinig tijd voor heeft. Het is wel een tijdje terug. Ik weet nog dat ik vroeger af en toe zijn video's er ook bij pakte. Vond het altijd wel leuk om te zien. Ik herkende Corné daar ook van die Wie is de Mol. Super grappig, ja. Ja, Corné heeft ooit meegedaan aan onze fanserie van Wie is de Mol. Die heette Een Mol In. En ons tweede seizoen was Een Mol in Roosendaal. En daarin deed hij mee. Dus vanuit daar ken ik hem ook. Daarvoor kende ik hem ook nog niet. En daarna is het eigenlijk mijn beste maatje geworden tot op de dag van vandaag. Dus zo is dat ontstaan. En dat doen wij iedere week met heel veel plezier. En als het niet zo is, dan moet je het maar zeggen. Maar... Zeker. Ja. Ja, sir, ik vind niks aan. Nee, maar je had het al over dat Drimmel. Wat zei omroep nou, omroep Drimmelen. Ja, in Drimmelen. Ja. Drimmelen. Want jij zit in Brabant, toch? Ja, ik woon in Brabant. Ik woonde eerst jarenlang in Breda. Daar ben ik geboren en getogen. En nu woon ik in Oosterhout, vlakbij Breda. Ja. Nou, ik ben geboren in Tilburg. Tillywood! Daar ben ik geboren. Maar doe je ook veel dan nog steeds in radio, televisie? Ook omdat je steeds met die BN'ers aan het opnemen bent. Oh ja, die is van tuinieren op strobalen. Nou, wat een goede naam. Wat een goede naam. Ja, toch? Wat is jouw connectie met Wie is de Mol? Je bent toch werkzaam in de media, toneelwereld? En hoe gaaf is het dat je oud-kandidaten mag spreken? Hoe is dat zo gegroeid? Dus dat hebben we inderdaad al een beetje behandeld. Maar nu de andere kant, die werkzaam in de media en toneelwereld. Ja, ik ben niet werkzaam in de toneelwereld. Ik zou dat wel heel graag willen zijn, maar dat is niet het geval. Ik doe wel heel veel aan toneel. En ik heb ook jarenlang, vanaf dat ik 6 was geloof ik, doe ik aan toneel. Dus ik probeer iedere jaar of om het jaar toch zeker of aan een toneelstuk mee te doen of aan een musical mee te doen. Met corona heeft dat natuurlijk een tijdje ook stilgelegen, maar nu zijn we weer bezig met een toneelvereniging om een stuk weer in elkaar te zetten. Oh, dus dat is mijn toneel dingetje. Dus daar ben ik nog steeds wel veel mee bezig. Maar dat en is vooral een tikkeltje overdrijven, dat is ook toneel? Klein beetje. Klein beetje. Zo gaat de video heten, denk ik. Tikkeltje overdreven. Ja. En in de tv-wereld, of je het echt tv-wereld kunt noemen. Ik heb op dit moment 2 banen. Eén van de 2 is, ik werk bij een escape room in Breda. Daar zit ik nou ook. En de andere is... Wat zeg je? Ben je ontsnapt? Ja, ik ben zeker ontsnapt. Ik ontsnap hier elke dag. Maar echt met gemak, met gemak. Nee. En ik werk als eindredacteur tv bij de lokale omroep van Breda, Breda Nu. En daar mag ik niet letterlijk bepalen, maar daarin heb ik redelijk vrije hand over wat er op tv komt. Daar film ik ook voor, daar edit ik ook voor. Ik stuur een aantal stagiaires aan. Dus in die zin zit ik ook wel een beetje, heel klein beetje, in de tv-wereld. Ja. Ja, en ook die combinatie natuurlijk, escape room en Wie is de Mol, die is ook wel logisch. Allebei puzzelen. Heb je nou zelf nog een gaaf idee voor een opdracht met een escape room? Dat je denkt, nou, dat zou wel heel gaaf zijn als ze zoiets erin gaan verwerken. Nou, ik ben bezig, Sim,
Dat heb ik jou ooit ook wel eens verteld, maar ik ben bezig om een Wie is de Mol weekend te ontwerpen. Zeg maar zoals dat ik vroeger die fanseries, onder andere met Max samen van de Telegraaf, maakte. Ik ben nu bezig om een weekendje te maken voor Wie is de Mol, vloggers, et cetera, et cetera. Dus daarin zit een opdracht waarin ik nog niet al te veel over ga vertellen, want ik zou heel graag dat weekend willen filmen en uiteindelijk ook op WDM-TV willen plaatsen. Ja. En dan wil ik iedereen die wij kennen uit het mol-vlog wereldje, om het zo maar even te noemen, dus jou, Felix, Guido, Max, wie hebben we nog meer, Thermometer, er zijn JVids bijvoorbeeld, er zijn een aantal nieuwe kanalen ook, die worden ook wat groter en groter, dat is ook heel erg leuk. Die wil ik dan eigenlijk allemaal vragen als kandidaat of als mol. En dat dan een weekendje. En dan filmen. En daarin zit ook wel een opdracht die ik dan ofwel hier, ofwel een versie hiervan zou willen uitvoeren. Dus ik kan daar nog niet al te veel over vertellen. Nee. Het klinkt in ieder geval veelbelovend. Ik ben benieuwd. Dan hebben we Guido Verheijen. Hey, Guido. Daar komt me bekend voor. Ik weet niet waarvan, maar ik ken hem. Ja, volgens mij heet hij online Wie is de Mol, Guido. Oh ja. Dag Sam, wat denk jij dat de gouden vrijstelling inhoudt? Want die hebben we natuurlijk ook nog. Daar hebben we zo'n promootje van gezien. Ja. Voor de rest kijk ik altijd trouw je video's. Dus je hebt in ieder geval één kijker. Wat denk je dat die gouden vrijstelling inhoudt? Nou, dankjewel Guido allereerst. Ik kijk ook met veel plezier jouw video's. Wat houdt die gouden vrijstelling in? Ja, er is dus een foto gepost op het kanaal van Rick McCullough, de regisseur van Wie is de Mol. Al 22 jaar, 23 jaar. En daarin zien we volgens mij een gewone vrijstelling. En daarachter, gewaaierd, liggen dan een aantal, lijkt het, gouden vrijstellingen. Of in ieder geval geel-oranje vrijstellingen. Ik denk dat het een soort van spelonderdeel. Ik denk niet echt dat het een echte vrijstelling is, of dat het een vrijstelling is die dan precies weer even wat anders doet. Dat denk ik niet. Ik denk, en dat is met name door hoe we dit seizoen tot nu toe al gezien hebben, en omdat we al naar aflevering 7 toe gaan. Dus ik denk niet dat ze echt een vrijstellingachtige functie gaan hebben. Ik denk meer dat het een soort spelonderwerp wordt, net zoals de Topito's, dat als jij, wat was het, 6 of 5 Topito's van dezelfde kleur hebt, dat vormt dan één vrijstelling. Of een opdracht waarbij je gewoon zoveel mogelijk Topito-stukjes moet verzamelen. Of, ik denk dat het zoiets wordt. Nou ja. Maar jeetje. Wat doen de gouden vrijstellingen? Ja, nou, ik of heb daar een vrijstelling voor de finale, want dat je niet één aflevering doorgaat, maar 2. Maar ja, aan de andere kant lijkt me het ook wel weer best oneerlijk als iemand in één keer doorgaat naar de finale. Ja. Ja. Ja, lastig. Dat goud lijkt ook wel veel terug te komen dit seizoen. Hè? Er zijn al best wel veel, daar heb je zelf ook het nodige al over verteld natuurlijk. Ja. Ja, wat zou dat goud nou zijn? Ja, is ik denk, het niks? Is het toeval? Ik denk dat het goud aan zich, dat niks betekent. Dus dat het feit dat het goud is en dat er heel veel goud is, dat niet per se gekoppeld zit aan iemand of aan de mol. Alleen ik denk dat ze, zoals ieder jaar, proberen ze ook steeds meer een soort rode draad het seizoen heen te maken. Vorig jaar was dat de Joker en de, weet je wel, met René Fokker. Ja. En dit jaar is dat het goud of het gouden masker of in ieder geval maskers. Ik denk dat ze gewoon ieder jaar willen ze een soort doorlopend verhaaltje hebben, soort van, waaraan ze aan het einde een hele toffe ontknoping kunnen koppelen. Ja. Dat denk ik vooral. Angelique Pronk. Hi Sam, als trouwe volger van je Wie is de Mol video's en podcast Tunnelvisie, kijk ik uit naar de Q&A. Als medemoloot is mijn vraag aan jou, talent vanaf seizoen 5, start met de BN'ers. Hoe vaak had je de mol goed geraden op het moment van de finale? En hoeveel keer daarvan wist je het zelfs al vanaf aflevering 1? Oh, wat een hele lieve, nette vraag. Vanaf ten tijde van de finale. Ja, hoe vaak dus zat het kan je zijn goed dat je het hele seizoen compleet verkeerd zat. En dat je een goede mol hebt, heb ik ook heel vaak. Dat kan gewoon, is niet erg. Nou, gelukkig.
Tellend vanaf seizoen 5. Dus dan moeten we even 23 seizoenen min de eerste 4 doen. Dus dan hebben we er 19. Oh, van die 19 seizoenen vanaf 2005 denk ik dat ik ten tijde van de finale, dat ik na ongeveer bij de helft, denk ik, toch wel de goede mol had. Ongeveer in de finale. Dus dan hebben we het over ongeveer 9 of 10 keer, denk ik. En volgens mij heb ik pas 2 keer de mol vanaf aflevering 1 helemaal correct. Het zou misschien 3 kunnen, maar van 2 weet ik het sowieso nog. Ja. Dat was Milouska Meulens. En heel veel mensen hebben die in de top 3 staan van hun favoriete mollen. Of beste mollen ooit. Nou, ik vind haar, en dat is niet lelijk bedoeld, maar ik vind haar een van de slechtste mollen ooit. Niet door de tactiek of door, maar gewoon haar hele shtick als mol was: ik ga gewoon doen alsof ik niks snap. Ik ga gewoon doen alsof ik dom ben. Ik ga doen alsof ik. En na 3 minuten aflevering 1 zei ik: het is Milouska. Toen riep iedereen thuis: ja, maar waarom dan? Toen zei ik: nou, die presenteerde, op dat moment presenteerde zij het Jeugdjournaal. Dus dan ben je en presentator van het Jeugdjournaal, maar dan zit je dus ook heel de dag, zit je daar op de redactie, zit je best wel heftig en moeilijk nieuws, zit je om te buigen en om te bouwen naar kindernieuws, zodat het voor kinderen begrijpelijk wordt. Nou, als je dat allemaal moet doen, als dat je werk is, dan ga je mij niet vertellen dat jij in het dagelijks leven zo, tussen aanhalingstekens, dom bent. Dus die had ik meteen door. En bij Merel Westrik, maar dat was gewoon, ja, dat was een soort onderbuikgevoel of zo. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon heel het seizoen, ook al denk ik tijdens het seizoen van, ja, maar het zou ook die of die. Ik ga gewoon heel het seizoen allemaal punten alleen maar op haar inzetten. En toen heb ik vanaf voor aflevering 1, werd ik door Radio 2 werd ik geïnterviewd over, nou, als je nu een gok zou moeten doen, wie is het? Toen riep ik Merel Westrik. Nou, dat is natuurlijk halleluja, als je dan ook nog eens op de landelijke media dat hebt geroepen en het blijkt dan 3 maanden later te kloppen. Dus dat was wel heel tof. Mooie vraag, mooie vraag. Shari/Attila van den Berg, wat was het eerste seizoen van Wie is de Mol dat je hebt gekeken? Hoe oud was je en had je de mol toen goed? Het eerste seizoen wat ik ooit keek was het eerste seizoen. In 1999 begon dat. In 2000 is het geëindigd. Toen was het nog niet in januari. 1999, toen werd ik geboren, man. Jongen. Oh, Sim, doe dat nou niet. We zijn zo jong als dat we onszelf voelen, hè? Nou ja. Ja, ik voel mezelf 15, dus ik voel me alleen maar jonger, ja. Ja, 15, zo voel ik mezelf niet meer, helaas. Ik voel mezelf 25 vooruit. Nee. Vanaf seizoen 1 heb ik gekeken. Toen woonde ik gewoon natuurlijk nog thuis. 1999, toen was ik 12. Toen was ik net 12. En vanaf toen nooit een seizoen gemist. Dus mooie vraag. Tel uit je winst, ja. Tel uit je winst. En de mol had je toen goed? Nee. Die had ik niet goed. Maar toen kenden we het spelletje ook nog niet. Toen bestond toen het spel. Toen was je pas 12. Ja, wat wil je? Wat zegt dat nou? Ja. Chris van Kalmthout. Hoi Sam, kijk je ook alle andere YouTubers en hun theorieën over Wie is de Mol? En welk seizoen was je favoriete? Dus nu graag alle YouTubers opnoemen die je niet kijkt. Zou heel leuk zijn. Vind ik ook een hele goede vraag. En dat is misschien ook wel mooi dat ik dan nu even ook bij deze vraag het moment kan pakken om te zeggen, en jij zult dat vast wel herkennen, denk ik, dat er onder onze video's komt er best wel vaak te staan, in ieder geval onder mijn video's komt best vaak te staan, deze hint heb je gejat van Siem of van Guido of van Felix of van, nou ja, vul maar in. Vorige seizoenen was het heel vaak dan deze hint heb je gehad. Gejat van Wouter. Nou ja, die maakt natuurlijk dit seizoen geen Wie is de Mol video's. Godzijdank maakt hij dit seizoen geen video's. Ik vind hem wel een leuke mol-YouTuber, maar er werd altijd gezegd dat de andere moloten dan hints van hem zouden jatten. Ja. Wat natuurlijk niet het geval is, maar nee, iedereen slaat nergens op. Dezelfde hints toegestuurd, je kijkt dezelfde aflevering, iedereen zit op dezelfde fora, internet. We zijn niet van elkaar aan het jatten. Nee, het is gewoon logisch sterker dat nog, er overlapping is. Ja. Sterker nog, ik kijk zeker wel andere Wie is de Mol YouTubers. Ik kijk
elke week, in ieder geval jouw hints en theorie video kijk ik elke week. Ik kijk elke week die van Felix, die van Guido en de thermometer, die hou ik altijd heel erg goed in de gaten. Ja. Javits, die kijk ik ook de laatste tijd best wel veel, maar ik moet er dus bij zeggen, ik kijk ze allemaal pas nadat ik mijn eigen video af heb en online heb staan. Soms is dat maandag, soms is dat dinsdag, doordat ik, ja, ik heb het gewoon heel druk met twee banen en een kleintje. Dus ik kijk wel alle video's, maar meestal pas later in de week, zodat ik dus niet bewust een hint uit jouw video of uit Guido's video, uit Felix's video, dat ik die niet bewust jat, zeg maar. Nee, ik heb dat zelf ook. Ik maak de video op zaterdagavond direct na de aflevering, dus ik kan niet eens voor mijn video de andere video's bekijken. Nee. Maar je merkt wel, doordat je dat doet, dan komen er toch vaak net andere dingen dan dat er bij de... En dat is leuk, dat iedereen... Dat vind ik ook het leuke aan dat iedereen die video's maakt. Samen heb je toch uiteindelijk heel veel hints en kom je toch samen tot meestal wel een mooie conclusie. Nou ja, ik vind het ook heel grappig. Dat is bijna hetzelfde als wat je nu zegt. Ik maak dan dit jaar, probeer ik al mijn video's op maandag uiterlijk te kunnen uploaden. Dus mijn hints en theorie video. Soms is het dinsdag, heel soms is het woensdag. Nou heb ik één keer gemerkt dat toen ik op woensdag uploadde en dus ook moest opnemen, dat ik toen een paar nieuwe hints had die zo best wel verborgen zaten in de aflevering, die nog vrijwel niemand, dacht ik, toen hadden. Dus dan zit je gewoon wat later, dus dan heb je wat nieuwere dingen of zo. Ja. Dus toen dacht ik, nou, daar zit op zich ook wel wat in. Alleen krijg je wat later in de week, krijg je vaak niet zoveel views. En nou is dat natuurlijk niet het allerbelangrijkste wat er is, hoeveel views dat een video krijgt. Maar ja, wij verdienen er ook wel iets mee, alle twee natuurlijk, met YouTube. En dat is niet altijd een maandsalaris. Dat denken sommige mensen ook wel eens van, oh, daar kun je toch van leven. Dat zou heel fijn zijn. Dat zou heel fijn zijn. Even een nieuwe auto gaan kopen of zo, ja. Precies, precies. Nou ja, wij zijn geen Enzo Knol mensen. Absoluut niet. Nee, wij kunnen dat echt niet. Wij houden daar echt, jammer genoeg, geen maandsalaris aan over. We houden er, ja, ik kan alleen voor mezelf spreken, ik hou er een leuk extra zakcentje aan over. Maar als je kijkt hoeveel uren, tijd en werk jij en ik hierin steken, dan krijgen wij wat dat betreft te weinig betaald. Maar het is al... Ja. Maar het is onze hobby, we vinden het gewoon ontzettend leuk om dat te doen. Ja, ja. Dus ja, het is mooi meegenomen. Ja. Zeker. En wat ik ook wel interessant vind hierover gesproken, even een vraagje nog vanuit mij. Wat vind je er dan van als je reacties krijgt, bijvoorbeeld na een seizoen, als de ontknoping is geweest, of als iemand tijdens het seizoen punten op iemand heeft ingezet, die valt vervolgens af, en ze komen dan bij jou van, je hebt de verkeerde mol, of je had niet gelijk. Heb je dat wel eens? En wat vind je daar dan van? Ik heb dat dit jaar nog niet gehad, moet ik zeggen. Ik heb dat drie seizoenen terug heb ik dat veel vaker gehad. Dat ik zei, ik denk dat het die is en wel om deze en deze reden. Dus ik ga mijn punten inzetten op ... Dan deden andere mensen dat ook, naar aanleiding van mijn video. Omdat ze dachten, nou, die hints die zijn inderdaad wel, ja, die kan ik niet missen. Hadden ze daar punten op ingezet, punten verloren. Dan stond er inderdaad onder van, hey, wat is dit nou? En je hebt het hartstikke fout. En ik reageer overigens altijd op comments. Dus als er een vraag gesteld wordt in de comment, reageer ik daar altijd op. Ik lees ze allemaal. En als iemand geïrriteerd is of wat dan ook, dan reageer ik ook vaak. Ik zei dan, en dat zou ik nu nog steeds zeggen, ik behandel elke mogelijke hint, theorie die er voorbij komt. Dat wil niet zeggen dat ik per se vind dat dat allemaal goede hints zijn. Alleen meestal zitten er per aflevering wel één of twee dingen tussen waarvan ik denk, nou, dat zou zomaar iets kunnen dat zijn. Dat zou wel eens iets kunnen zijn. En dan nog hoeft het natuurlijk niks te zijn. Dus ik heb het idee dat ik nu na 2 of 3 jaar video's te hebben gemaakt, dat mensen ook wel weten inmiddels van, oh ja, hij behandelt natuurlijk zoveel mogelijk. En het hoeft natuurlijk helemaal niet te kloppen. Je conclusie trekken, ja. Ja. Arno Kind, ben jij de mol van de Mol Oosterhout seizoen 3? Ik mag daar geen uitspraken over doen, Arno. Oh. Maar Arno, als je nou merkt dat Sam een tikkeltje aan het overdrijven is, dan weet je... Woensdag 9 februari, dus dat is afgelopen woensdag,
8 uur 's avonds komt er iedere week, als ik het goed heb, komt er een nieuwe video van De Mol Oosterhout op het seizoen, op het seizoen, op het kanaal van De Mol Oosterhout op YouTube. Oh, leuk, dus ja. Als je mij daar wil zien schitteren, dat kan. Ik zal de afleveringen ook wel delen in mijn stories op Insta. Oh, die wil ik wel kijken. Nou ga ik ook opletten of je dan een tikkeltje aan het overdragen bent. Ja, nee, dit wie weet. Ik heb gelijk een tunnelvisie op jou en ik heb hem nog niet eens gezien. Gaan we dan ook podcasts maken over De Mol Oosterhout? Ik ga trouwens ook over De Mol België weer doen, de podcast. Ja, wat mij betreft wel hoor, absoluut. Ja, leuk. Ja, daarover gesproken. Wat vind je nou van De Mol België? Welke vind je beter? Wie is De Mol of De Mol België? Ja, dat is eigenlijk niet zo'n hele moeilijke vraag natuurlijk. Ik ben opgegroeid met... Nee, ik ben opgegroeid met Wie is De Mol Nederland gewoon. Dus Wie is De Mol? En pas jaren later, na een seizoen of 8 of 9, hoorde ik van, oh, dit is eigenlijk een programma wat door een aantal Vlamingen bedacht is. Ja. En die hebben toen al 2 of 3 seizoenen gehad. En pas sinds 2018 of 17 zijn zij ook weer seizoenen aan het maken. En heel eerlijk, zij zitten op de commerciële, dus ze hebben gewoon veel meer geld. Maar ze hebben ook een andere insteek. Ze doen veel minder met biechten, ze doen veel meer met voice-overs. De presentator is bij hun niet alleen een presentator, maar die is gewoon een soort van de vriend van de kandidaten. Die noemt de kandidaten ook vrienden. Dus je hebt gewoon een hele andere... De editing is ziek goed en totaal anders dan Wie is de Mol. Ja, De Mol België heeft wat mij betreft altijd wel een streepje voor en helemaal in de opdrachten. Elke opdracht bij De Mol België, al is het zeg maar... Ze moeten een liedje zingen, dat was vorig seizoen. Moesten ze een videoclip maken voor een of andere Duitse Chinees die een jodelliedje had. Der Maulwurf, das bin ich. En dan denk je, als je die opdracht hoort, dan denk je, nou wat een saaie kutopdracht. Je moet gewoon een clip maken op een Duits liedje. Wat is dat nou voor opdracht? Maar ze weten er altijd gewoon 3 of 4 lagen per opdracht in te zetten, waardoor gewoon elke opdracht is gewoon vet. Allemaal. Ja, ik vind dus zelf Wie is de Mol vind ik leuker vanwege alles wat er omheen draait. Dus ja, precies. Dat we ja. met z'n allen op zoek gaan, de video's, alle moloten. Het is gewoon heel groot in Nederland. Overal in de wandelgangen gaat het over Wie is de Mol. Maar inderdaad, die lagen van die opdrachten in de Mol zijn zo gaaf. Ik heb het vorige seizoen dan voor het eerst echt De Mol België gekeken. En bijvoorbeeld alleen al die opdracht met dat piano spelen, dat ondertussen in een auto een karaoke wordt gezongen. En als er dus een verkeerde toets wordt ingedrukt bij het pianospelen, remt die auto weer af. Er zijn zoveel lagen in die opdrachten. Alles is constant met elkaar verbonden. En dat vond ik inderdaad ontzettend gaaf. Zouden ze bij Wie is de Mol wat mij betreft meer mogen doen? Wat voor opdracht zou je graag nog een keer willen zien in Wie is de Mol? Waarvan denk je, nou, als ze zoiets gaan doen, Zo'n laag erin stoppen. Nou, escape room natuurlijk, maar wat nog meer? Ja, escape room-achtige opdrachten. Daar hebben ze natuurlijk in het seizoen van China, was dat? Hadden ze allemaal een kamertje, geloof ik. En dan moesten ze... Was dat China of was dat vorig jaar? Dat was China. Met Rob was dat. Ik weet nog dat er toen met die stoel... Dat er op een gegeven moment een error in beeld was op de tv-uitzending bij Rob. En daardoor waren al best wel veel mensen die toen Rob meteen verdachten. Ja. Het was uiteindelijk niet eens een officiële hint. Maar het was gewoon toeval dat het op dat moment bij Rob in beeld kwam. Waardoor hij gelijk heel erg verdacht werd natuurlijk. Ik zou heel graag nog een keer zo'n opdracht willen. Net zoals bij De Mol België vorig jaar. Dat was die opdracht dat er de 10 kandidaten worden opgesplitst in 5-5. Die moeten een ondergrondse bunker moeten zij in. En in die bunker staat een rode knop. Dan moeten ze eerst allerlei soort escape room-achtige opdrachtjes moeten ze uitvoeren. Om het, hoe noem je dat? Om die knop te ontgrendelen. En de eerste groep van die 2 groepen die op die rode knop bij hun in de kamer drukt, die laat hun eigen executiestoelen opblazen. Maar letterlijk. Ja. Dus echt, die ging bang de lucht in. En dat betekende dat die 5 veilig zouden zijn van executie. Dus eigenlijk gewoon 5 vrijstellingen. Nou, als je dat ook wel geld uit de pot. Ja. Dus het is ook echt een psychologisch laagje wat er nog in wordt gelegd. Ja,
Ja, en in aflevering 1 weet je wel, dus iedereen wil door. En aan de andere kant denk je, ja, maar kan ik vijf anderen gaan zitten naaien hier? Moet ik dat wel willen? Word ik dan nog wel, hè, mag ik dan nog wel dingen bij opdrachten en zo? Dus dat was gewoon, ja, dat was super vet. Dat was echt een hele, hele, hele toffe opdracht. Mario Anna 2, keek je vroeger ook naar de podcast van Jury van Breuken? Ja, dat heb je al een beetje beantwoord. Ja, daar zeker. Daar ben je eigenlijk begonnen doordat hij stopte, toch? Onder andere, ja. Marihuana, ja. Ja, ik keek zeker de podcast van Jury. En ik moet zeggen, ik heb een beetje... Hij zei altijd, ik duik weer onder tot de volgende keer of tot de volgende week. Dat zei hij altijd op het einde van zijn video's. En als een soort van mini, ja, eerbetoon of hoe je het ook wil noemen, zeg ik nou ook altijd aan het einde van mijn video's, tot de volgende keer. De volgende keer. Ja, ja. Ja, dus nee, die heb ik zeker gekeken. En ik vond altijd, wat ik het leukste aan zijn video's vond, is dat hij er een soort van, niet per se een video van maakte. En hij deed het niet voor de views of voor de kliks of voor de clickbait bestond toen nog helemaal niet. Het was gewoon, eerste man 2009, aflevering 1. Dat was het. En ja, iedereen keek het, want hij was de enige. En hij had altijd gewoon heel erg veel humor. Hij begon altijd zijn video's met een grapje over de aflevering. En dan vervolgens halverwege in zijn video, dan kreeg je zo'n te zien, wat sneeuw op beeld. En dan kwam er ineens een komische voice-over of wat dan ook over de aflevering. Nou, ik vond dat echt top in elkaar zitten. Toen al, ja. Insta Silly, ik ben benieuwd welke versie van Wie is de Mol je beter gemaakt vindt. Ja, daar hebben we het ook al een beetje over. Wat je vindt dus de mol België. Technisch beter gemaakt, qua edits en opdrachten. Ja. Maar is er ook nog iets waarvan je denkt, nou, dat vind ik van Wie is de Mol heel goed. Dat zouden ze bij de Mol wel weer over kunnen nemen. Ja, ik heb het idee dat er bij Wie is de Mol meer mogelijkheid is tot hints zien. Als je alleen al kijkt bij de test bijvoorbeeld, we kunnen, en tuurlijk kunnen ze daarmee manipuleren, ik denk alleen niet dat ze dat constant doen. Ik denk vooral dat ze wat dingetjes weglaten, in plaats van dat ze dingen echt veranderen. Ja. Maar bij de test in Nederland is het een heel ding dat wij als Wie is de Mol YouTubers, dat wij ook zeggen, oké, die zit op die zit op die zit op die, die helemaal zit op die. Ja. Dus dat kan dit betekenen, dat kan dat. En bij de Mol België zie je niks van ja, niemand zijn test. Dat mis ik daar wel, ja. En ik heb ook wel het idee dat de hints bij de... Ik heb nu pas één seizoen gekeken, hoor. Maar dat de hints bij de Mol België toch nog een stap verder gezocht zijn dan de hints zeker in Nederland. Ja, die zitten... Ja, ik ben al helemaal gek. Ik loop al dagen te zoeken. Ja. Maar dat mensen hierachter moeten komen, daar heb je een hele baan, moet je daarvoor opzeggen. Nou, in Nederland, bij Wie is de Mol, daar zeggen we heel vaak, nou, dit is zo ver gezocht, dit is geen hint. Bij de Mol België, bij de Mol België is het precies andersom. Ja. Nou, dit is ver gezocht, dit is een hint. Ja, precies. Ja. En als het heel oppervlakkig is, zoals een molsalamander, dan is het geen hint. Oh, heerlijk. Ja. Nicky van Hoofd, dus niet Nicky Tutorials, zou wel leuk geweest zijn als die een vraag had ingestuurd. Had leuk geweest. Waarom komen al die BN'ers nou in jouw video's? Heb je ze omgekocht of zo? Sterker nog, wel een goede vraag. We hebben het er natuurlijk wel daar straks al even over gehad. Dit wordt een hele lange video, mensen. Maar goed, nou weten jullie straks wel echt alles over mij. Alles? Ja. Ja, niet alles, want je vrouw kan de rest niet vertellen. Dat is waar. Nee, we hebben het er al eventjes over gehad. Ik betaal BN'ers helemaal niks. Want ik vind dat... Je doet dit omdat je het leuk vindt. Ja. En als je er geen tijd voor hebt of geen zin, is het ook prima. Dat snap ik ook allemaal. Vind ik ook allemaal niet erg. Ja. Dus ik probeer het gewoon. En ik merk nu wel dat nu ik inmiddels... Nou, wat zal het zijn? 10 oud-kandidaten mollen heb gehad. Zoiets, denk ik. Merk je wel dat je, als je daar een paar linkjes van opstuurt, van hey, dit is het idee. En ik stuur dan soms ook een lijstje mee van, dit seizoen heb ik die persoon al voor aflevering 3, die persoon voor aflevering 6, die voor 7. En dan hebben ze vaak wel zoiets van, oh, ja hoor, hoe lang duurt dat? Nou, het duurt ongeveer 3 kwartier de opname. Oh, ja hoor, prima, hartstikke leuk. En kan dat via Zoom? Ja hoor, dat is gewoon via Zoom. Oh, oké. Dus zo is dat een beetje gekomen. En je moet gewoon een beetje durf hebben.
Ik blijf wel altijd beleefd en netjes en aardig. En als iemand zegt van, hey, zou je me alsjeblieft geen berichtjes meer willen sturen? Geen probleem, dan stuur ik geen berichtjes meer. Dus nou ja, gewoon altijd aardig blijven, altijd netjes blijven. En gewoon zo kort mogelijk even je vraag uiteenzetten waarom dat je dat wil doen. En dan komt er vanzelf een keer een moment waarop iemand zegt, ja hoor, leuk, dat doen we, gezellig. Ja. Maar heb je dat dan wel eens gehad dan, dat iemand zei, wil je me geen berichtjes meer sturen? Ja, ik heb dat wel eens gehad. Ik zal geen namen noemen, want dat vind ik dan dus ook weer niet netjes. Dan ben ik nou juist benieuwd. Dat snap ik, dat snap ik. En die persoon had gewoon heel veel aan zijn hoofd en dat snapte ik ook wel. Dus die zei, er is niks mis met je verzoek, maar zou je alsjeblieft even geen probleem. Nee. Dus dat, ja. Nou komen we een beetje op een tunnelvisie de podcast momentje. Wie is absoluut niet de mol? Ingestuurd door hints.wdm.nl. Thomas. En dan plak ik daaraan vast. Wie is absoluut wel de mol? Ja. Ik zeg iedere dag, zeg ik weer wat anders zien. Kim Lian van de Mei. Kim Lian van de Mei. Nou, dat vind ik een mooie afsluiter om deze video mee af te ronden. Kim Lian is jouw mol. Ja en nee, maar ja. Nee, ook niet. Ja en nee. Ja. Duidelijk. Nou, ik hoop dat dit je vraag beantwoordt, Hins, WDMNL. Siem, mag ik jou ontzettend, ontzettend, ontzettend bedanken dat jij mijn vragensteller wilde zijn in deze video. Ik vond het erg leuk. We hebben natuurlijk iedere week contact in de podcast Tunnelvisie. Alleen dan zien we elkaar nooit, want we doen dat... We horen elkaar alleen. Ja, we doen dat online. Dus ik vond het sowieso weer leuk om jou ook gewoon eens een keer weer een soort van aan te kunnen kijken. Laten we afspreken dat ik voor aflevering 8, dus dat is niet die van komende zaterdag, maar die daarop, dat ik vragen ga stellen die voor jou zijn ingezonden. Nou, hartstikke leuk. Nou zou het natuurlijk wel leuk zijn als ik dan ook vraag. Straks zul je zien dat niemand een vraag voor mij is. Denk je daar? Nou, zie. Ik heb één vraag en die komt van Wedum TV. Nou, wat leuk. Ja. Nee, maar ze verwachten natuurlijk allemaal Ron Boshart en Chris Segers en dan is het Simon van Eek. Ja, dan zit je ook van, nou moet ik daar nou een vraag voor insturen. Maar ik denk dat je nog gaat verbazen over hoeveel mensen dat er... Ik heb me in ieder geval, dat wil ik oprecht wel even melden, ik doe dit een paar keer per seizoen met oud-kandidaat of oud-mollen. En dan worden er via Insta denk ik 10 vragen ingestuurd, via YouTube, als ik daar een oproep post. 4 vragen, 5 vragen. En nu plaatste ik een oproep voor vragen voor mijzelf. En ik dacht op voorhand, nou, daar komen dan 4 vragen, 5 vragen komen binnen. En er kwamen echt belachelijk veel vragen binnen. Dus dank jullie wel. Ik vind het altijd een hele eer. Ik denk dat Siem dat ook wel een beetje heeft. Dat zoveel mensen echt, echt oprecht geïnteresseerd zijn in wat je doet en wat je maakt. Dus dank jullie wel daarvoor. Want zonder jullie zijn wij natuurlijk helemaal nergens. Tot de volgende keer.